In oktober en november bleven AFC en VVSB allebei ongeslagen. De laatste nederlaag leden ze allebei tegen Leonidas. In de derde minuut een behoorlijke opsteker voor AFC, want de Amsterdammers komen op een 1-0 voorsprong. Het schot is van Tim Wulfraat, maar het doelpunt komt op naam van Pepijn Kluin, die hier de bal van richting verandert. En Ronald van der Meer is kansloos. AFC speelt zonder Guido Moulet. Linksback is geblesseerd. Hij wordt vervangen aan die linkerkant door Maggett Jansen. Vanaf die linkerkant komt dan de voorzet in de zesde minuut. En Koen Bosma, voormalig speler van FCNH, maakt de 1-1. Zijn zevende treffer in deze competitie. AFC ook spelend zonder Sjoerd Jensen. Hij zit nog altijd op de bank. Kluin dus de spits die het moet doen. Spectaculaire openingsfase, met andere woorden, op Sportpark goed genoeg. Waar Sutorius de bal heeft na een half uur spelen. Dat is een bekeken balletje. En daar komt de ploeg uit Noordwijk Erhout goed weg. Halverwege houden AFC en VVSB elkaar dus in evenwicht. Dan naar de tweede helft. Bosma aan de bal. 16 meter binnen voorlangs bij Willemsen. En dan duikt hij de 16 binnen en krijgt hij een penalty van scheidsrechter De Gast. Maar heeft de scheidsrechter daar wel gelijk in? Want kijk wat er gebeurt. Er gebeurt hoegenaamd niets. Bosma duikt de 16 binnen en versiert zo een strafschop voor VVSB. Vladimir Josic gaat in de 54ste minuut achter de bal staan. Oog in oog met El Abdelouie en hij schiet de bal eigenlijk heel leep door het midden. En het is 2-1 voor VVSB. Dan een paar minuten later. Het wordt wat onvriendelijker en het onvriendelijkst is het bij het inkomen van Errico Patrick. En De Gast stuurt Patrick met direct rood weg. En daar valt wel wat voor te zeggen, want met de noppen vooruit raakt hij daar Serboni. En het geschreeuw van de VVSB-bank doet de rest. Met 10 tegen 11 dus AFC. En nog meer pech, want de bal komt tegen de arm van Jeffrey Galata. En weer gaat de bal op de stip. En Maggett Jansen doet het nota bene, zijn ploeggenoot. Ongelukkig, maar De Gast is resoluut. Weer een penalty, weer Josic achter de bal. Komt de aanloop, hij doet het weer door het midden. Eigenlijk zwak ingeschoten, maar nu heeft El Abdelouie hem. En zo blijft AFC nog in de wedstrijd. De Patrickjes bekijken het vanaf de zijkant. Joshua Patrick, geopereerd aan de knie, kan niet spelen. Dan een goede kans voor Joost Heij. En een uitstekende redding van Ronald van der Meer. AFC dus met 10 tegen 11. De hoekschop van Wulfraat. Mag het nog een keer proberen. En dan weer Joost Heij. En een fantastische zee van der Meer. Dat was toch bijna de 2-2. En ook Jansen kan er dan niet bij. In de slotfase. VVSB dan. En El Abdelouie die geen antwoord heeft. Schouten is de doelpuntenmaker. Eindstand 1-3. Ik denk dat het goed is dat we zo'n wedstrijd ertussen hebben. En dat we alles weer op scherp moeten zetten. Want ja, de tegenstanders die benaderen ons heel anders, hè, dan voorheen. We staan nu bovenaan. Dus je ziet dat ze allemaal even een stapje harder doen. En ze weten ons, ze analyseren ons veel beter. Ja, dan moeten wij toch op weten in te spelen. En ja, dus ik denk dat het goed is dat dit ons overkomt. En dan kunnen we dat meenemen naar de volgende wedstrijden.